Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Monkey Ball Banana Mania. In deze aflevering gaan we het volgende wereldje proberen. En we gaan natuurlijk weer een ander poppetje zijn. We hebben een aantal versies van dit babytje. Deze is natuurlijk wel heel episch. Laten we de boss baby zijn. Story mode gaan we natuurlijk doen. En dan gaan we... we zijn al bijna klaar zo te zien. Clock Tower. Pistons. We gaan kijken hoe lang we deze over doen. Het grote probleem is, het is weer een tijdje geleden dat ik heb opgenomen. En dat betekent altijd dat ik even moet inkomen. En het ziet er wel weer heel moeilijk uit. We zullen geen mercy meer hebben. Oh, dat zijn de pistons. Ja, die zie ik wel. Oh. What the fuck? Die ging al veel te hard. Ik zit even te denken, wat zou de bedoeling zijn? What the fuck? Oké, ik moet wel die pistons gebruiken, zo te zien. Dit wordt een pittig leveltje, hoor. Dit is alweer een tijdje geleden dat ik dit heb opgenomen, dus het wordt weer heel eventjes wennen. Oh, ik heb geen idee hoe we dit gaan doen, jongens. Even kijken. Hebben die randjes zin? Maar dan moet je denk ik veel... Oh, kut, sorry. Damn it, ik dacht dat ik hem door had. Je hebt niet echt rustpunt aan die zijkant, dus dat kan wel een probleem worden. Emmet. Ready, go. Hoe gaan we dit level halen? Je wilt toch die dikkere lijnen gaan gebruiken. Oké, ik heb wel een idee nou. Maar de uitvoering daarvan is wat pittiger voor mijn gevoel. Kan ik hier in het midden veilig staan? Dat is de vraag. Ik denk dat ik er veilig kan staan, alleen moet ik even de timing, vinden ervoor. Good. Ready?
Dat is wel de tactiek. Alleen wel lastig tactiekje. Over pistons gesproken. En toen hadden voor mij wel sticky pistons mogen zijn. Kut. Ik heb het gevoel dat we progress maken, dus dat is al iets. Hé? Waar word ik nou geraakt? Ik sta in het midden van dat ding. Ready, go. Okay. Dat is fucking irritant. Oh, good. Yeah, gehaald. Nice. Okay. We hebben het eerste level gehaald. Nice. Okay. Oh, yay. Oh, nee. Oh, oops. Zo gaat die snel. Oké, ik moet het denk ik singular hebben. Huh? Ik raak. Wauw. Oh, zo gaat hij terug. Wacht, we leren natuurlijk vooruit. Hoe dan? Oh, ik weet nog wel die andere die ik zo lastig vond. Book Tower Factory. Fall out.
Maar dan ga je toch veel te... Heel moeilijk dit. Het is ook zo groot, ik heb geen idee hoe ik dat moet doen. Dit is een struggle, boys and girls. Ik heb geen idee hoe deze moet. Ik heb echt geen idee. Hij is ook een fucking grote ding. Oh, tuurlijk. Wat een kut level was dit, zeg. Wil je deze niet skippen? Nou, ik denk dat dit de serie was, boys. Hoe dan?
Oh, ik was er al bijna. Maar dan deed de camera kut. Oké, dit is misschien een beter idee. Ik moet heel even kijken. New stage. Nou, dan moet hij net daarboven zijn, oké. Okay. Oh, ik kan een mark als S-clear doen als ik er niet uitkom. Ik denk dat we dat een keer gaan doen hoor, als het... Ik zag de stage niet hoor, of de kleur, weet je wat ik doe? We gaan naar het volgende level. Ik denk dat het wel eens vaker gaat gebeuren hoor. Oh, dit is wel een pittige ja. Oh. Ik heb wel een idee. Oh, en daar zit er ook nog zo'n kudding tussen, dat is irritant. Deze is te halen. Bij die moet ik heel even wachten tot ik alle tijd krijg. Dat was niet wat ik zei dat ik moest doen. Yeah, gehaald Tos. Ready? Go. Okay. Oh, dan gaat hij sneller. Ik denk niet dat we dat willen. Ho, 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 ho. Wat is de bedoeling? Ready, go. Oeps. Fall out. Ik wil even de stage viewen. View stage. Ah, oké. Okay. Dat is dus... Oh, daar is een stage en daar is een stage. Maar deze einde zou makkelijker moeten zijn dan deze. Oké, okay, maar ik weet wel wat het idee is. Hmm.
Oh, what the fuck? Moet ik hem dan op snelheid zetten? Ik snap deze hele stage niet. Ik vind het ook niet meer. Ik vind het hoe verder ik kom, zeg maar, ook minder leuk worden of zo. Dat is niet te halen. Ready, go. Misschien vinden jullie me saai, maar als ik de level niet snap, dan is het ook niet leuk om te proberen, zeg maar. Oh, ik dacht we doen deze speedrunnen. Dat had nog bijna gelukt ook. Ik denk dat een speedrun toch interessant is. Oh. Of niet? Deze gaat me lukken. Dat bedoel ik. Is dit normale snelheid? Oh, nu gaat hij weer terug. What the fuck? Oh, dat ik moet pakken. Wat is die camera? Wat fuck? Camera. Waarom hij dit doet, dit vind ik super irritant, maar het zal wel. Oh. Deze is mogelijk, maar ik vind hem wel kut.
En ik vind het vooral irritant dat die camera draait. Kijk. Hoppatee. Volgende. Oeh, wat is dit? Oh jee. Die kan best eens pittig zijn. Oh. Daar zitten van die doinkie doinkies op. Dat is moeilijk, man. Jullie zien me bijna niet meer, denk ik, maar nu. Ik ben even bedenken hoe ik die het beste kan doen. Oh, dat was nog niet eens de laatste. Dacht dat het de laatste was. Sad weep. Nou. De level is pittig, kutie. De level is best wel pittig, kutie. Oh, waarom gaat het daar elke keer fout? Krijgt bananen. Fall out. Ready, go.
Altijd good level is dit. Wat een kutjes level is dit. Oké, wat heeft het volgende level ons te brengen? Ready, go. Fall out. Ready, go. Wil in ieder geval jullie alle levels een keer laten zien hebben. Maar ik denk dat dit de laatste aflevering is van de Super Monkey Ball. Want ik merk dat ik het gewoon niet leuk vind. Het is irritant aan het worden, zeg maar, hoe kut elk level aan het worden is. Al moet ik zeggen dat dit niet zo'n moeilijk level was. Mag ook wel een keer. Oh. Is hier iemand gerade uit? Zo'n goed idee. We gaan gewoon proberen. Dat kan je altijd doen. Ja, dit was zeker een goed idee. Oké. Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken naar de allerlaatste aflevering van Super Monkey Ball. Ik hoop dat jullie het een leuk miniserietje vonden. Dit is niet interessant. Ook al begint het er wel interessant uit te zien. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze miniserie. Vond je het nou een leuke miniserie? Doe een duimpje omhoog. Vanaf volgende week begint er een nieuwe serie. Op de maandagen. Jullie zien op Discord vanzelf de announcements daarover. Bedankt voor het kijken en adios amigos.